voordat ik ook maar iets ga zeggen over deze nieuwkomer van 2020, ga ik me bij voorbaat verontschuldigen dat er sprake zijn van spraakverwarring. Kawasaki heeft de Z1000SX, namelijk vanaf dit jaar, 2020, de Ninja 1000SX genoemd. Zie je, het komt er al niet logisch uit. Dus Ninja 1000SX, Ninja 1000SX. Onthoud dat, ik probeer het ook. Nou, er is meer nieuw dan alleen de naam. Verwijst ernaar dat hij sportiever is geworden. En hij is ook wat stoerder geworden. Dat klinkt wat paradoxaal, maar het is toch zo. Natuurlijk zijn de grootste veranderingen aan deze motorfiets elektronica. Hoe kan het ook anders? Dat zie je altijd. Dus heeft hij nu een TFT-scherm in plaats van een LCD-dashboard. Je kunt het dashboard op tour zetten of op sport. Maakt allemaal niks uit. Het is in ieder geval ook in de zon helder leesbaar. Overigens ontbreekt die zon, dat is jammer. Het is mistig, het is Cordoba, het is maar 9 graden. Had beter gekund. Goed, elektronica. Elektronica zit ook in de gaskleppen. Het zijn elektronisch aangestuurde gaskleppen. Dat heeft het voordeel dat deze motorfiets nu uitgerust is met cruise control. Daar word je als tourman erg blij van. Diezelfde tourman wordt ook hier blij van. Het zadel. Het zit nu op 835 mm hoogte. Je kunt ook, dat was voorheen 820 trouwens. Je kunt ook een lager zadel nemen en een nog lager zadel. Maar dit heeft het voordeel dat die kniehoek prettig aangenaam is. Ook de duopassagier heeft een dikker en breder zadel tot zijn beschikking. Dus het comfort is erop vooruit gegaan. De gaskleppen, de elektronisch gestuurde gaskleppen, hebben niet alleen het voordeel van de cruise control, maar ook dat je 4 rijmodi tot je beschikking hebt. Dat is het gebruikelijke Riedel, Sport, Road, Rain en een eigen stand. Ze grijpen niet alleen aan op het vermogen. In de regen is het beperkt tot 106, vol vermogen is het 144. Maar ze grijpen ook aan op de traction control. Dus Sport, minimale traction control, maximaal vermogen. Rain, minimaal vermogen, maximale traction control. Klinkt logisch, werkt ook logisch, doet het gewoon allemaal erg goed. Het motorblok heeft dan wel elektronische gaskleppen, maar voor de rest is het precies diezelfde oude beul die we kennen uit deze fiets. De spraakverwarring is ook niet zo heel raar, want de Ninja 1000SX is toch al 10 jaar lang de vaandeldrager in het sporttoursegment. De VFR bestaat niet meer, natuurlijk de BMW heeft de RS, Suzuki heeft een 1000-viercilinder die hetzelfde is. Maar de Kawasaki haalt toch eigenlijk wel de kastanjes uit het vuur de afgelopen 10 jaar. Dus vandaar dat die spraakverwarring erin zit. Hij doet het heel erg goed in het sporttoursegment. Hij combineert daadwerkelijk sport en tour en dat doet hij nu dus nog iets meer. Het kuipruitje is net als voorheen makkelijk te verstellen. Druk op de knop, naar voren duwen en zo beschermt hij daadwerkelijk beter dan naar beneden. Het is wel minder mooi, maar goed, dat maakt niet uit. En over mooi gesproken, de sporttoursegment, er zijn niet zoveel deelnemers meer. Dat komt natuurlijk omdat de allroadmachines heel veel wegsnoepen. Maar als je hier toch naar kijkt, als je naar zo'n sporttoursmachine kijkt, dan verhoudt een allroad zich tot een sporttoursmachine als een kogelstootster tot een paaldanseres. En ik weet het niet hoor, tenzij je vierde bent. Denk ik dat de meeste mensen de paaldanseres toch wel boven de kogelstootster prefereren. Dus kijk naar het neusje, het is allemaal zoveel mooier. En dat kan heel veel wat een allroad kan. Het is echt net zo sportief, het is net zo comfortabel. Alleen als je hier de remmen aanraakt, dan gaat dat wel even serieus remmen. En een allroad heeft vaak een wat sompiger gevoel. Het is wat strakker. We hebben ook wel zo hard gereden dat je merkt dat je op een sporttour zit, dat het geen sportfiets is, maar hij doet het over het algemeen hartstikke goed. Kawa zou Kawasaki niet zijn als ze niet meteen een aantal uitvoeringen brengen. Je hebt de standaardversie en dan heb je een performance edition en een tourer edition. De performance, daarna druk je de sportieve kan mee. Je hebt een smoke ruitje, is het kontje afgedekt met een mooi stukje polyester. Zit daar een Acrapovic. Trouwens, standaard heeft hij nu ook een quickshifter, zowel bij de performance als de tourer als de gewone. Dat is erg leuk. De Tourer Edition, die heeft dingen die het tourleven gemakkelijker. Deze in kleur meegespoten zijkoffers, 28 liter elk, met binnentassen. Een grote ruitje, een GPS-steun, GPS dus zelf niet. Lekker verwarmde handvaten, daar word je blij van. En voor dat pakket betaal je 1199. Voor het tourpakket wat ik net zei, dat is iets duurder, is 1399.
ook qua kleuren zit ook wat prijsverschil in. Dit is de allerduurste. Je hebt ook nog een groene en een witte. Deze gaat net over de 16.000 euro heen, met 16.049. De groene en de witte blijven er met 15.849 weer net iets onder. Nou, schappelijk bedrag. En dat is die wel waard. Sportief is er iets op vooruit gegaan. En dat komt niet alleen door de motor, maar ook door de banden. Bridgestone heeft een nieuwe band ontwikkeld. En dat maakt hem in het korte werk een stuk enthousiaster. Je legt hem veel makkelijker om dan voorheen. De Ninja 1000 SX stond altijd bekend om zijn stabiliteit. Maar je moest hem wel een bocht inleggen. Nu gaat dat een stuk makkelijker en hij blijft stabiel. Nou, het toergedeelte is hierdoor om vooruit gegaan. Door je cruise control, door je ding. Beide dingen zijn serieus voorop vooruit gegaan. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.